Welkom bij deel 3 van Sanne's Thuis Theatertips. De vorige keer heb ik je verteld over de voorstellingen van Mug met de Gouden Tand en de voorstelling De Verse Tijd van toneelgroep Dood Paard. Vandaag wil ik je vertellen over de voorstelling Groot en meeslepend wil ik leven van theatermaker Steef de Jong. Ik ben enorm fan van het werk van Steef. Hij is namelijk naast theatermaker ook beeldend kunstenaar. En dat zie je terug op toneel. Vind ik geweldig. Wel een waarschuwing, want als je één van zijn voorstellingen gezien hebt, dan ben je verliefd. Je bent verkocht. Je wil ze allemaal zien. Groots en meeslepend wil ik leven is een eenmansoperette. En die speelt zich in zijn geheel af in een manshoge kartonnen doos. En wat daar allemaal uit tevoorschijn komt, is echt geweldig om te zien. Ik kan het niet beschrijven, het is echt een kunstwerk om naar te kijken. In de voorstelling neemt Steef ons mee naar Wenen, waar hij terechtkomt in een soort detective. Hij raakt betrokken bij een mysterieus sterfgeval en hij raakt tot over zijn oren verliefd op Rudolf. En dat is de zoon van keizerin Sissi. Heel spannend allemaal en vooral ook heel grappig. De link naar de voorstelling is te vinden op onze website www.theaterbouwkunde. En ook deze voorstelling is dus gratis te kijken thuis. Volgend seizoen staat Steef ook weer in ons theater met zijn nieuwe voorstelling. En ik kan alvast niet wachten. Nou, dit was mijn tip voor deze week. En graag tot volgende week. Doeg!